De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, is gisteren van start gegaan met de training Economie voor Beleidsmakers. 65 vertegenwoordigers van politieke partijen, maatschappelijke groepen en het bedrijfsleven hebben zich aangemeld voor deze training. Winston Ramotasing, voorzitter van de VES, besprak bij de eerste training de potentie van ons land. Ramotasing gaf aan dat Suriname veel mogelijkheden heeft voor zo'n kleine bevolking. Ik wil alleen zeggen hoeveel hulpbronnen we hebben. Land, maar ook houtopstanden in de zee en in de territoriale water. We hebben niet alleen diepzeeolie, we hebben ook nog een heleboel vis waar we goed van verdienen. Het is ongelijk verdeeld over die oppervlakte. De meeste mensen leven in de kustvlakte. Urbaan, dus Paramaribo, Groot Paramaribo, Drunikeri. Er wordt 1000 mensen op een vierkante kilometer. Dus per persoon gemiddeld dan 1000 vierkante meter. Akkoord? Maar dat is in de stedelijke gebieden. Op het platteland, binnenland, is het 1 persoon per vierkante kilometer. Dus boy, je weet niet wat je moet doen met 1 vierkante kilometer. Is dat goed of is dat slecht? Zoveel grond, zoveel hulpbronnen en zo weinig burgers. Ramotasing zegt verder dat het goed is dat ons land zoveel hulpbronnen heeft. Als Suriname niet zoveel hulpbronnen had, zou er volgens Ramotasing harder gewerkt moeten worden om welvaart te creëren. We hebben dus potentie, maar of we dat kunnen omzetten in realisatie, in materiële welvaart en welzijn, dat is de opdracht. Diversiteit, dat is vind ik een blessing, maar in sommige gevallen creëer dat tegenstellingen, creëer dat spanningen. En dat houdt soms economische ontwikkeling tegen. Dus het is een blessing aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook een straf. Het is ook een hippie, het is ook een barrière. Ik wil dat u begrijpt, ontwikkeling is niet, je kan een home run slaan. Het is honk voor honk. En soms 2 stappen vooruit, 1 achteruit. Dat is ontwikkeling. Het gaat nooit home run 1 keer. Het is altijd zoeken. Soms terugvallen, corrigeren en dan de werkelijke duurzame voordelen uit te halen. Tot zover Winston Ramotasing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij was inleider bij de start van de training Economie voor Beleidsmakers. De training wordt gedurende 5 maandagen verzorgd.